zitten nog altijd goed. Ja. Zin in een toffe wandeling, niet te ver weg? Dan zit je goed in Vlaams-Brabant, want we zijn een echte wandelprovincie. Het aanbod is dan ook heel divers. Je kan kiezen uit een van de vele wandelingen met wegwijzers of een digitaal wandelnetwerk waarbij je virtuele knooppunten volgt. Zoals hier in de Brabantse Kouters bijvoorbeeld. Kijk eens, zo schoon. Amai. Zo open groen. Echt verrassend, hè, hier. Toch dicht bij de ring. Ja. In Vlaams-Brabant kan je al een aantal jaren wandelen langs rood-wit bewegwijzerde knooppunten. Maar hier in de Brabantse Kouters hebben we voor het eerst een digitaal wandelnetwerk ontwikkeld in 2018. Een digitaal wandelnetwerk heeft geen palen of bordjes in het terrein, maar de knooppunten zijn virtueel. Dat wil zeggen dat die enkel digitaal beschikbaar zijn via een online routeplanner, een online app of ook op onze kaarten. Zo'n wandelnetwerk uitbouwen, bewegwijzerd of digitaal, is een intensief proces waar heel wat bij komt kijken. Het routebureau gaat op zoek naar de mooiste en veiligste openbare wegjes en bouwt die uit tot een netwerk. Binnen ongeveer 50 meter ga rechtsaf naar Klein Hoogveld. Ah ja, dat zal daar zijn. Ja. Daar gaan we naar rechts moeten. Ja. Oké. Het is nu langs hier, hè? Ja, hier naar rechts, heeft ze gezegd. Oké. Oké. Wandelen met de app is eigenlijk heel eenvoudig. Je downloadt de app, je stippelt je route uit en je laat je navigeren langs de route. Een stem zegt je waar je links of rechts moet. Binnen ongeveer 20 meter rechtsaf naar Keelvoetweg. Ah, dat is daar. Ja. Oké, daar naar rechts. Vind je de digitale knooppunten wat te spannend? Dan zijn er nog altijd de wandelingen, bewegwijzerd met thematische bordjes. Die zijn er nog altijd overal, ook langs de digitale wandelnetwerken. En die wandelingen bieden eigenlijk een best-of van een digitaal wandelnetwerk.